doen. Die werken liever met Photoshop. Wat trouwens, grap, had je dat gezien dat Photoshop 1.1 is vrij, of 1.0, de eerste versie. Het is open source geworden, hè? En als je kijkt naar die interface, die is dan zwart-wit, ja. Die is niet veranderd. Met een toolboxje. Dus dat is uit 1990 of zo, hè? Zoiets. Ja, of, en dus webdesigners gebruiken liever een tool uit 1990 om foto's mee te bewerken dan dat ze... Ja, ja, ze hebben de upgrade van Paint. Ja, dat is het echt ongelooflijk. Oh, dat is echt afschuwelijk. Hoe krijgen mensen dat voor elkaar? Dat ze... Adobe is gewoon een heel goede salespartij. Het is een verschrikkelijk klote bedrijf. Dat is ook weer een... interview zag ik een filmpje met de CEO van Adobe. Adobe is aangeklaagd in Australië omdat hun hun abonnement. Ze bieden een abonnement aan. En dat is twee keer zo duur in Australië dan in Amerika. Dat is in Nederland ook? In Nederland ook. Maar in Australië zijn ze aangeklaagd. En toen hebben ze toen de prijs verlaagd. Ha. En toen kreeg de CEO die kreeg daar vragen over. Nou, leg eens uit. Ja, al die bits moeten natuurlijk over de zee gedragen worden. Van waarom is het zoveel duurder? En zijn antwoord was... Wij geloven dat de Creative Cloud een fantastische oplossing is... waar bedrijven heel veel aan hebben. Wauw, maar dat is echt precies het antwoord. En toen kreeg hij... de vraag nog een keer. En toen gaf hij precies hetzelfde antwoord. Maar dan had hij de zinnen een beetje omgedraaid. Vuile, vuile rotzakken. Ja. En daar geven we allemaal ons geld aan. Hè? Elke keer weer. Een mediatraining. Ja. Ja. Dat is inderdaad prachtig. Adobe heeft dat slim gedaan. Die zag gewoon op een gegeven moment... Ja, weet je, die updates die we doen... die slaan helemaal nergens op. Stop er een featuretje in. Ja. En dan vragen we €1000 voor... Dus ja, dan gaan mensen op een gegeven moment gaan mensen dat doorhebben en doen ze het niet meer. Dus wat ze toen hebben bedacht, oh, dan laten we ze gewoon per maand betalen. Ja, want dan kunnen mensen altijd stoppen wanneer ze willen. Niet realiserende dat je in een jaar koopt je zo'n compleet pakket af. En als je dus een abonnement neemt, dan heb je het niet meer. Dan ben je het klaar. Dus poef, niet meer bruikbaar. Ja, dat abonnementensysteem, daar worden bedrijven geil van. Microsoft, die heeft het nu ook, hè, voor zijn Office pakketten. Oké. En die wil echt dat je een abonnement neemt. Ja. Dus die maakt het, als je het pakket koopt, zo vervelend mogelijk voor je. Je kan het pakket kopen, maar die doet het dan alleen nog maar op die computer voor die gebruiker. Oh, oké. Dus ik koop Office voor weet ik veel hoeveel geld. En dat installeer ik dan op mijn computer. En dan wordt mijn computer gestolen. Dan moet ik Office opnieuw kopen. Wow, dat is gaaf. Ja. Dat is wat ze ook met Windows doen. En dat noemen ze dan, weet ik wat, Certified Deep in the Peep of zo. Raar bedrijf. Weet je wat het is? Mensen komen ermee weg. En dat is, ik begrijp niet dat mensen niet meer met hun portemonnee kunnen stemmen. Ik snap niet dat ze dat doen. Maar dat is ook weer tooling. Mensen weten niet dat er betere manieren zijn om documenten te schrijven dan Word. Ja. Weten ze niet. Nee, of eenvoudigere manieren. Ja. Wat ik nu doe, is om Word-documenten te maken. Ik vind het afschuwelijk. Gewoon veel te groot en complex programma. Ja. Ik typ in Markdown mijn artikelen. En dan heb je Pandoc. Dat is een command-line-tooltje. Ja. En dan typ ik Pandoc-O. En dan hoe ik wil dat het bestand gaat heten uiteindelijk. En dan kan ik dus een docx-bestand exporteren. Precies. Van een XML-bestand. Een XML of een HTML-bestand of een PDF kan ik er allemaal uit genereren. Ja. Je kan er een template aan hangen, dus een Word-doc-template. Dus dat heb ik. Oh. Ik heb een template helemaal in de vormgeving van meerdere. Ik heb meerdere vormgevingen. Ja, de Frontiers-vormgeving, de Mirabeau-vormgeving. Precies, dat soort dingen. Ja. En dan, dat is gaaf, dat wist ik niet eens. Ja. Dat ga ik ook gebruiken. En ik hoef het niet eens meer te openen in Word. Nee. Ik kan het gewoon mailen en mensen zien het. En... Ja, precies, ja. Dat is bijna, het begint een beetje te lijken op tech. Daar heb je dat nou, ook, dat is het ook. Het is zoiets. Ja. Mm. Alleen dan een ander taaltje. Ja, precies. Ja. Ja, ik ben ook echt een fan van Markdown. Dat is...
het schrijft gewoon zoveel eenvoudiger. Je bent niet meer bezig met dit moet er zo uitzien, maar met dit is de structuur van mijn verhaal. Ja. En dus kan je ook veel makkelijker eventjes omswitchen zonder dat je... Ik ben gewoon met de taal bezig en dat is het belangrijkste eigenlijk. Ja. Zeker bij een uitzending. Ja joh, en lekker van die dingen als een footnote, dat je gewoon je typt. Nou, hier moet een footnote. Dan zet je dat even tussen haakjes, typ je de footnote. Ja. En dan typ je gewoon verder. Ja, precies. En dan ja. worden de footnotes allemaal gegenereerd. Oh, die moet ik nog even uitvolgen. Ja. Ja joh, Pandoc is fantastisch. Ja. Echt fantastisch. Hey, ik...